We zijn gewoon een beetje koopverslaafd. Lion, because I love lions. Het is super leuke Gucci sokjes. Fake, jongens. En daar zijn we gewoon eerlijk over. Ik hoop dat we er gewoon doorheen komen. En dat we naar Shanghai kunnen vliegen. Zo en ik zijn even klaargezet. Wat willen we? Zat op camera. Nog even stress op het laatste moment. Daar zorg ik altijd voor. Don't overdo it. Is de dag after all those shots. We kunnen echt niet wachten. Ik heb het gehad. We hebben het gehad. We willen gewoon naar huis. We zijn weer thuis. Ja. Welkom bij onze China vlog nummer 2. Okay. Wat je deze week allemaal gaat zien van de rijdersvlog uit Shanghai. Dat we heel veel slappe lach hebben. We gaan shotjes drinken. Ja, zeker met onze fabrikanten. En een drama met mijn oorbel. En we gaan natuurlijk heel veel winkelen. Waaronder deze hele mooie leeuwenring. En nog zoveel meer. Dus ben jij benieuwd? Blijf dan kijken en subscriben. Ja, het gaat al iets beter. Dus blijf gewoon abonneren op ons YouTube kanaal. En wie weet komt er weer een leuke winactie aan. Als we de 30.000 abonnees behalen. We hebben trouwens... We hebben nog niet 30.000. Echt wel? Niet waar. Wel waar. Wat willen we? Staat op camera. Etentje gewoon. Oké. Kijk dan nu. We hebben geen 30. 100%. 100% niet. 1000% zeker. Nou, ik heb echt wel eigenlijk een tas moeten hebben. Ik vind het prima. Ik kan nog steeds hoor. Ik krijg die crème tas van jou. Nee. Jij hebt al zwart. Sorry hoor, maar we moeten even behandelen. It is in the morning. And we will have a breakfast today. Ik heb al een jasmijnteetje. En ik ben nu al onze filmpjes aan het downloaden. As we speak. En Dennis gaat heel dik met onze nieuwe Lange. Bril. Ga je weer nemen, omelet? Scrambled eggs. Oh ja. Dus we gaan nu even de orders maken. Voor al jullie guys. En dan... Een aantal laten zien. Not. En we gaan onze camera laten maken. Hopelijk. Ik ga scrambled eggs. Scrambled eggs. Geen trek, maar honger. Oh. Is hij nou wazen? Oké, okay, Marie en ik die zijn vandaag hetzelfde gekleed. We zijn in Hongkong zat aan het zoeken naar een camerawinkel. Maar zij hadden geen camera. Ze hadden alleen maar telefoon. Het is bloedje heet, maar dat maakt ons niet uit. De bril zit scheef. Ik draag een kleine shirtje vandaag. Blazer, belt, riem. En Marie is als een soort van... Hallo, thank you, good you. Marie die draagt ook de blazer door Hongkong met haar koffertje. In de snikhitte. We kunnen onze blazer niet uitdoen, want anders hebben we een heel kort broekje aan. Ik ben bij Frankie aan het passen. En Marie vindt hem heel ordinair. En ik ben aan het twijfelen. Oh, dat vind ik hem wel heel leuk. Wij zijn nu bij AP Monaco. En Marie was begonnen met oorbelletjes te kopen. Heb je hem al in? Wat? Heb je hem al in? Nee, ik moet zo laten zien met dezelfde. Oh, en ik heb dus die gekocht. Lion, because I love lions. Hongkong straten. De Louis Vuitton winkel is mega groot. Echt mega. Kijk hoe klein die mensen zijn. En hoe groot de Louis Vuitton store is. We are done with shopping, Mary. Ik heb je dat gekocht? Wel kijken. Ja, ja, ja. Dat ken ik nou wel. Wij hebben weer opnieuw wat gekocht. Ik heb deze APM Monaco oorbellen gekocht. En ik heb nog een hele mooie ring gekocht. Maar ik zal zo eventjes alles laten zien wat we tot nu toe gekocht hebben. Het is hier super warm. Super druk. Marie, waar ben je? Ik moet gewoon mijn jasje vol. Het glint van Alicante. Het glint van Alicante. Oh, een wagen. Een rij bij de Dior. Alles kan hier. Oh, Dennis gaat al naar de overkant. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Ah, wij kunnen niet meer. Gaan we hier nou snel rennen? Ja. Nee, 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 nee. Waarom niet? Oké. 1, 2, 3. Ja! Oh, we gaan zo heerlijk eten bij Aqua. Oh, ik heb zo zin in Aqua. Hier komt de Tiffany store. En er staat erop Out of the Blue. Zo leuk, want alles is bij zijn Tiffany. Out of the Bat? Blauw? Nou, niet blauw. Nou, het is wel blauw, maar ja, Tiffany Blue. Tiffany. Betje werkt bij Tiffany. Tiffany. Zou je wel willen werken in deze store? Dat denk ik ook wel. Toch ken ik het ook niet hoor. Airman A. Gildo zegt nou, die is zo groot. Dat is heel groot, Marie. En we zijn hier bij ons hotel. We zitten echt vlakbij de winkelstraat. Wat niet goed is voor ons. Ons bedje is weer opgemaakt. Even kijken wat Marie heeft gekocht. Hebberig. Van APM Monaco. APM. Wilde me niet sponsoren. Nou, wat jammer nou voor jou. Een paperclip met een lightning bolt. Beeldig, al zeg ik het zelf. Oké, en dan is daar een oorbelletje met een oogje. With een oog en little stars. Heel schattig ook. Oh, leuk hè? Waar zou je hem in doen? Weet ik niet. Je hebt ook al heel veel in hoor. Ja, ik weet het. Kijk, je oor is al eigenlijk helemaal vol. Let's see. Ja. Maar ik heb hier al een bliksempje. Vond ik leuk om wel in mijn andere oor ook bliksem te doen. Ja, of juist bij hetzelfde oor. Decisions, decisions. En hier komt mijn aankoop. Verdomme.
Maar het zit de bliksem niet goed. Hij is mooi, hè? We krijgen maar die de oorbel niet in. Als ik hem zo in doe, dan heb ik geen bliksem met diamantjes. Zo moet je hem indoen. Huh? Toch? Wat bedoel je? Ik weet het niet. Waar is mijn telefoon? Wacht, ik had het opgezocht. Hij moet. Zo. Maar dan heb je dit verkeerd gedaan. Marie en ik weten nog steeds niet hoe de oorbel ingaat. Een half uur verder. Godverdomme, zeg. Laat je oorbel zien. Nee. Laat je oorbel zien, Marie. Laat je oorbel zien. Kijk, die paperclip hoort eigenlijk gewoon zo, denk ik. Zo, ja. Maar dan heb je geen blik voor diamantjes. Ah, ik weet het ook niet, hoor. Nou, neem een extra oorbel mee. Ik ga hem dan krijgen, want het is goed dat je mijn gaatje weer heeft. Ik ben mevrouw Panter, al mijn hele leven, maar vandaag ben ik het toch wel... Extreem. Ik heb... Oh, ik ga het leuke zelf een tasje meenemen. Ja, die heb ik meegenomen. Waar? In de koffer. Ik heb een body aan van Versace rokje bij Eddie's in Eindhoven gekocht. Dan heb ik mijn nieuwe Louis Vuitton laarsje met pantenprint aan. Mijn nieuwe Leeuwen ring. Leeuwen oorbellenil. Nou, dan draag ik van mezelf altijd al een panterketting. Dus I am Mrs. Panter. En dan vragen we ons af waarom onze koffer altijd zo is. Ah, toch goed dat ik hem heb meegenomen. Hartstikke Nou, die staat er wel leuk bij. Oké, oorbel. Telefoon. Je blouse steekt aan de achterkant uit. Dat is niet zo mooi. Niet strakker kan. Zijn we zo slank? Kom je ze altijd veel aan in China? Oké, goed verhaal dit. Ja, oké. Oké, we gaan. Zijn er nieuwe reinigingsblazers al te koop? Ja. We hebben heel veel foto's mee gemaakt op Instagram om jullie helemaal gek te maken. Want dit komt binnenkort op online en het ligt een beetje aan wanneer Sjoen en ik het eigenlijk willen. Want het is gewoon al binnen. Want aan de ene kant vinden we het heel leuk om een soort voor kerst uit te leveren. Maar aan de andere kant denk ik, ja, zo'n blazer kan je altijd dragen. En het is ook iets van onze duurdere segmentlijn. Dus ga alsjeblieft niet schrikken als we de prijs vertellen. We hebben echt letterlijk maar 4 items wat echt prijzig is. Het zijn leren items en gewoon met heel veel werk zoals dit. Met al die stenen. Dus nu lijkt het is anders dan de hoodie. Dit is allemaal steentje per steentje opgezet op de blazer. En een mooie patroon. Alles loopt gelijk. Dus het ziet echt aan het blazer dat het echt heel mooi is. Dus dit zullen wij binnenkort lanceren. En we denken, maatje? Klein maatje. Dus ik keep you updated. We hebben trouwens de blazer met zilver steentje of met goud. Ja, kopjes en rijden. En we hebben ook nog een hele mooie broek bij die we jullie nog moeten laten zien. Hebben jullie veel gekocht in China? Heel en wat veel. Is ons favoriete aankoop geweest? Ik denk toch wel mijn ring. Ja? Tot nu toe heb ik hem echt elke dag. Hoe ik heb het Hij is dus van APN Monaco. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb er ook nog hele leuke oorbellen bij. Dus dat, ja. En met die crème tas. Ja, ik ben echt heel erg blij met de Antisira die we hebben gekocht. En dan inderdaad ook de tas. Is wel echt een hoogtepuntje. En ook blij met mijn jurkje wat ik heb gekocht trouwens. Eigenlijk zijn we met alles wel blij dat we gekocht. We zijn gewoon een beetje koopverslaafd. We are leaving Hong Kong. Wat moesten we doen? Deze pakken. Wow, ik kan niet en vloggen en... Oh, ik ben al. Ik kon die koffer pakken. Dus heb je alles nagecheckt? Marie in de rood. Oh, gezellig. Oké. Dag. Und? Nee, niks gevonden. Je zit ook al vol in het licht. Ik kan alleen niet hier doorheen. Het is zo vreemd. Maar ik kan niet en... Ja, nu laat ik al die tyfuskaartjes weer vallen. Twee handen? Ja, ik heb één hand. Ben ik aan het appen. Mijn haar is echt ontploft. Maar ja, je ziet er beeldig uit. Marie heeft het RR-zoetje aan. In het zwart-wit. Met de zwart-witte schoenen, Cinderella-tas. En verder draag je eigenlijk niks. Veel meis. Is die mooi licht dan? Heel mooi licht. Ik zweer het je. Heel mooi licht, zegt ze. Maar is het mooi licht? Nee. Sjoel heeft het pakje in de RR-print aan in het Woodsmoke. Met onze nieuwe tas. Hij staat open. Jullie Reiners. Met broek en de schoenen. We zijn nu echt weer twinning. Twinning, het is winning. Yep, koffertjes, Reiners koffertjes ook nog even kootje. Oké, dag Hongkong Hotel. Oh. Mijn camera beslaat gewoon van de hitte toen ik buiten liep. Dag Hongkong, wij zien jou. Oh, ik moet het zelf toch doen. Dat is nou een beetje jammer. We zien je. Oh, die vind ik mooi. Ja, maar ik ga eerst even naar de bikini. Ja, die wilde ik. Wij zitten in de taxi. Toen we echt mochten. Leaving Hongkong. Maar we komen hier nog terug voor 2 dagjes. En dan vliegen we terug toe Houten. Maar eerst nu naar Shanghai. Ik hoop maar dat doorheen komen. Met de protest. Met, nou, ik vergeet steeds dat woord. Protestanten gewoon. Nee, nee. Demonstranten. Oh. Ik zeg ook altijd protestanten. Dat, protestanten, dat was vroeger toch van die katholieke kerk, ja. Oh ja. Ik zeg ook wel. Ik ook juist protestanten. Wat is het dan? Demonstranten. Kun je je gezicht meer naar mij doen? Ja, maar dat ligt niet ertussen. Ja, ik hoop dat we er gewoon doorheen komen en dat we naar Shanghai kunnen vliegen. Ik ook. Anders moeten we met de trein naar Shanghai, hè? Oh, Sjoel, alsjeblieft, ga nou niet oproepen, alsjeblieft, zeg. Kan je je hoofd weer terug doen? Nee. Ik vind het toch wel een heel raar ding. Moet erg uitsteken. Ik zei toch dat je hem niet moest nemen? Nee, maar ik denk dat hij in het eerste gaatje moet. Ik vind hem wel echt cool staan. Very, very out of the box. We hadden toch dus een fout gekregen, hè? Ja, de motherfuckers. Hij was dus verkeerd opgezet. En mij met mijn uitlach in de winkel. Ja. En hadden weer. Nou, ik dacht, probeer maar. Probeer jij maar.
Nee, nee. Ik dacht heel even dat we heel dom waren, maar gelukkig was het niet zo. Ik denk, maak een mooi beeld voor de vlog, Marien. Kijk even hoe ik op mijn armen zit, alsjeblieft. Je moet gewoon je mond houden, zei hij, hoor je? Nee, ik ben voor de vlog een mooi beeld aan het maken van Hongkong. Ik draai mijn beeld voor. Kijk, ik weet gewoon dat hier een heel mooi stukje komt. We gaan toen nooit. Nou, dat was het mooie stukje van Hongkong. Dat is de tunnel. Ik ga volgend jaar echt Chinees leren. Kan ik gewoon, zeg maar, als hij gewoon lekker aan het praten is, kan ik ook gewoon iets zeggen. Dan schrik ik zich dood volgens mij. Wie wil mij helpen Chinees te leren? Comment below. Oké, gaan we maar een beeld maken. Hé, hey, kijk. Wow. Nou, zo krijg je niet zo'n goed beeld van Hongkong. Misschien daar. Ook niet. Nou, kijk al die hoge torens. Dit is wel mooi. Heel mooi. Godsamme. Wauw. Hongkong is zo nice. Kijk nou daar. Je moet daar filmen. Nou, normaal gesproken kan ik het wel heel goed. Nu. Oh, nee, dat is ook niet mooi. Het spijt mij, maar jullie moeten gewoon naar Hongkong komen. Ik denk dat het een beter idee is. Dit is namelijk ook echt vreselijk. Excuse me. Is het even ingezoomd? Ja, het was net voor de... Kijk, chill. Jezus. Zelf filmen voor je met een Hongkong. Ja. Het mooiste moment van. Oh kijk, hier komen alle rijderspullen binnen. In de haven. Binnen. Nou, wordt verstuurd. Ik ben blij met deze haven. Dit is Hong Kong Harbor. Netjes. Zo dat. Nou, ze zijn heel netjes. Oké, nou wij zijn denk ik een beetje. Wij zijn denk ik een beetje moe. Oké. Okay. Doei. Daar gaat ze hoor. Wat doe je? Nou, tot nu toe, ik klop het af. We hebben nog geen last van de protestanten. Sjoe en ik zijn uit elkaar gezet. Ik ben benieuwd, het is wel een hele grote vliegtuig. Er zijn heel weinig mensen, dus ik ga denk ik zo voor mij zien. Ik ook niet. Het vliegtuig was dus bijna leeg. Dus ik en Marie hebben de hele reis uit elkaar gezeten, hè maatje? Wij gaan nu landen in Shanghai. We hebben weer 1,5 uur vertraging gehad. Superleuk. We zouden eigenlijk om 6:30 in het hotel zijn. Het is nu 6:30 en we gaan nu landen. Dus ik weet niet of we nog lekker kunnen gaan uit eten en zo. Wij vinden hetzelfde hotel als altijd. De Norold Urban Hotel. Oeh, hoor je het? Voel je dat je oren? Ik wel. We gaan nu landen naar het hotel. Snel omkleden en dan uit eten. Worden wij dan niet gek van elkaar? Als we 24 uur en 7 dagen bij elkaar opgeschreven zitten. Nou, valt eigenlijk wel mee, hè? Ja. Eigenlijk zijn we ook een soort van gewend. Het is meer dat we dan moe zijn. Dus misschien kunnen we minder hebben. Maar dat is in het algemeen gewoon van alles. Ik vind het meestal wel fijn om te brainstormen, samen te vliegen. Jetlag en samen alles te bespreken. Ja, beter dan alleen. Dus nee, ik word niet echt gek van jou. Nee, ik word niet van jou. Marie. Nog nu. Marie en ik zijn gisteren met het team... uit geweest. Niet het beste idee van Nederland. We waren 3 uur thuis, denk ik. En het is nu alweer de rest half 8. Dus gaan we zo snel omkleden, ontbijtje doen en ons zelf een beetje op de dub. Het is vandaag zondag en Sjoen en ik hebben net ontbeten. En wij gaan gezellig winkelen vandaag. Shopping. Het is niet zo heel warm. Er schijnt geen zon namelijk. Nee. Ik heb het Zara jumpsuitje aan. En Sjoen heeft een Zara jurkje aan. Dan heb ik een leidersgroeper jasje. Kijken of we nog wat kunnen vinden. Dat is wel Is that even a question? We hebben ook allebei onze nieuwe oorbellen in van APM Monaco en Dandy. Ik heb het toch al geswitcht. Ik ben van hier gewoon weer naar normaal gegaan en hier gewoon weer eentje. Beter. Ik maak het ook nog even wennen, lekker 2 dagen. En hier heb ik ook nog mijn paperclip wat eindelijk goed is. Hij is wel echt cute. Cute. Oh, kan hier wat leuk die tempel filmen. Dat opeens naast een modern gebouw een hele tempel staat. Oké, we zijn nu aan het winkelen en ik heb iemand opladen geweest, wifi code, dus ik ben helemaal addicted to my phone. Maar die heeft Yeezys in haar hand. Wel of niet? Wel of niet? Ja, ik zeg nu dat ze te klein zijn, misschien dat ze wat meer kunnen prijzen. Oh ja, dat is best wel een hele slimme techniek van jou. Tadaa! Laat even alles proberen. Nee, is niet echt dan in de schoenenzaak. Oh my god, deze jurk. Ik ben denk ik in mijn vorige leven wedding planner geweest. Kijk hoe mooi het is. Het is echt nog mooier dan dat ik het op film heb. Het is ook zo lekker weer. We gaan een drankje drinken. Hoe mooi glittert het jasje. Het is echt heel mooi. Sjoen, ik heb nog niet heel veel gefilmd in Shanghai. Aangezien we heel veel kantoor waren. De
proberen in de avonden wat meer te filmen. Deze kant is echt China. En die kant is echt gewoon Londen bijna. Ja, het lijkt wel op de Big Ben. Heb je het gefilmd? Ja, ik zal het eens laten zien. Ja, foto's gemaakt. Ik zou Londen bij zetten, zou niemand denken, hey, je bent in Shanghai. This is the current situation right now. Oh, onze hele koffer. Zijn wij de enige die echt onze koffers niet uitpakken? Als je hier een rokje uit gooit. En jij gaat gewoon met make-up zo naar bed. Ja, ik ben echt te moe. Nee, ik haal zo nooit iets eraf. Nee, dat is waar, maar... Lekker. En dit is dan onze badkamer. Hebben wij eigenlijk al een tour gegeven? Ik ben het vergeten. En wat ik zo cool vind, is een hele lange spiegel. Dus het lijkt vet groot, maar het is best smal. En dan heb je dan hier je douche al. En dan hier nog lekker je bad. Oh, chill. Ik wilde eigenlijk een bad, maar ik ben alweer veel te moe. En dan weer een hele grote spiegel. En dan hebben we hier ons bed. En ik kom dan daar binnen. En dan hier nog een bank lounge. Maar dat is helemaal bezet door al zijn kleding en koffers. Sleep tight. Morgen zijn we lekker vrij. Nee, ze mag niet vrij. Jawel. Helaas niet. Wat een heerlijk bed. Dit wil ik ook thuis. Wil je het ook thuis? Ja. Hoe bedoel je, wat wil je dan? Een matras en dat dekbed. Ik vind het lage wel lekker. Als ik het val, dan vang ik niet zo hard. Ik wil nog net even zeggen, ik me net Ariel voel. Ken je dat stukje dat ze zo heerlijk in haar kussen ligt zo? Nou, zo voel ik me dus. Wil je doen? Ik wil nemen. Oh ja. Nou, maar die en ik hebben dus heel veel dagen nu al 8 dagen op zitten met alleen maar gewerkt. Met de kleine pauzetjes van het zwembad. Geen jetlag meer, maar gewoon heel moe van alle orders. Alle nieuwe ideeën, alle samples, alles aanpassen. Noem maar op. En dan gaan we morgen onze ene laatste werkdag. En dan hebben we woensdag een dagje vrij. Gaan we Shanghai verkennen, voor jullie ook. En dan gaan wij donderdag terugvliegen naar Hongkong. We zijn nog bezig. En dan gaan we vrijdag nog een laatste dagje werken. En dan vliegen we in de nacht terug en dan zijn we eindelijk thuis. Woehoe! Wat ga jij zaterdag doen? Oh, maar die gaat voor een hond kijken. Die is niet goed. Hij is wel super knap. Maar goed, Marie. We weten wel alvast de naam. Jullie mogen beslissen. We noemen hem of Willem, of Dol, of Yeezy. Ik vind Yeezy het leukste. Maar hoe lang weet je bij Jury ook? Jury, Kanye en Yeezy. Ik vind het helemaal leuk. Eigenlijk had jij Jury al Kim moeten noemen. Dan hadden we een Kim en een Kanye. En dan hadden we nu gewoon een North Chicago. Of een Saint of iets kunnen hebben. Allemaal in de Kardashian trend. Oké, sleep well. Sleep well, sleep well. Wat hebben we in Shanghai allemaal gedaan qua werk? Nou, qua werk zijnde hebben we onze nieuwste collectie ingegeven. Dat hier achter ons stiekem hangt. Maar jullie zien het toch niet goed. Jullie zien het toch niet goed. En dat is al de zomer 2020. Het hebben we eigenlijk allemaal aangepast. En comments opgegeven. Als we ergens aanpassingen op hadden, hebben we dat doorgegeven. En alle orders en aantallen besproken. Wanneer we het binnen willen hebben, wanneer we het willen uitleveren. Op tijd in de winkel. We gaan expres ook nu een maand eerder. Dus het komt eigenlijk allemaal in januari, girls. Dus iedereen vraagt nu al naar de nieuwe collectie. Terwijl we net onze nieuwste collectie van de winter hebben uitgeleverd. Is alleen maar goed teken, want jullie willen gewoon alles van ons hebben. En we krijgen ook nog iets heel leuks voor de kerstlevering, maar dat zullen we denk ik later lanceren. Dat gaan we nog posten. En wat we nog meer in Shanghai hebben gedaan is onze een nieuwe collectie voor volgend jaar winter. Winter hebben we ook al doorgegeven en ingegeven. Dus wij zijn eigenlijk lopen een jaar vooruit. Helemaal op schema. Alles is goed gegaan, dus we zijn dus gedaan. Heel blij. Als jullie nog leuke tips hebben voor de wintercollectie, we kunnen nu nog toevoegen, dus comment below wat jullie nog missen. Ik ga hier de party laten maken. Het is het allerleukste op de duckface. Ja hoor, daar gaan we rollen. Ik heb post Instagram. Yes, Paul! Met mijn blazer! Dat is toch te leuk voor een foto? De oortjes wel laag. Ja, we zitten bij de park ook. Ja, normaal is de park niet de oren aan de zijkant zitten. Tadaa! Zo so nice! Oh, ik moet echt een foto mee maken. Oh god. Tom, dat is hij. Allemaal van dit neusje. Oortje. Oké, dat is one. Thank you. Het ruikt wel lekker. Zo, ik heb wel lekker vol glaasje. Jazeker. Are we all ready? Oh, dankjewel. Ik hoef geen vuur hoor. Ik vind het doodeng het vuur. Wordt lekker. Ja, maar jongens, ik verbrand zo mijn hele keel zo. Nee, je moet hem niet drinken als hij brandt. Tada! Wow! Oké, on it. Kijk. Like this. Like this. Doe jij even fucking normaal, zeg. Ik wil mijn hand niet verbranden. Cheers! 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 Oké, okay, let's go. Ik heb hem al op. I already drink it, guys. Oh. Come on. Hop, hop, hop. Paul, I burned my hand. Come back, Kelly. Can they? Kijk, je gezicht. Are you okay? On Air Force. No. Air Force Raiders. 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 Ja. Kijk uw gezicht allemaal straks. Kom op, Paul.
Porter, pick you up. Okay. You are best beautiful. Oh, but I'm more beautiful. Tony, thank you for picking up us. No. I pick up other twins. Wait, I don't pick you up. You are forgotten. Okay. You are lucky. You are so beautiful shareholders. Yes, you're very lucky. So, and what? I hope you are always young and beautiful forever. I think so. Of course. Come here. Come here. No! No! Ik hoef ook niet meer hoor, Don. Ik hoef echt niet. Ik heb er al 7 jaar. Hij doet het, hij doet het al. Maar zeg eens je fucking ja, waar. Wacht. Tino. Tino. 5, 4, 3. Ja. Tino. I know why. Ja, omhoog. Tino. Ketchup. Tino. Ja, maar zo zie je het niet, hè? Typisch is het. Ja. Ja, kijk. Don't overdo it. Oké, 10 shotjes verder. If you have some urgent, call me. It's more favorable. More useful than policeman. High five. Yes. Goedemorgen. Het is de dag after all those shots. Ik moet zeggen dat ik een beetje verstrooid ben. Ik weet nog niet of dat door de shots komt, omdat ik gewoon heel moe ben van het werken. Ik, wij zijn vandaag vrij. Gisteren zijn we van 10 tot 9 uur 's avonds bezig geweest. En daarna het eten en dat hele verhaal hebben we niet gezien. Shot. Dus we gaan denk ik nu vandaag naar de spa. Even winkelen in Shanghai bekennen. Dat hebben we helemaal niet gedaan. Überhaupt niet. We zijn alleen maar aan werken. Dus ik ga even snel omkleden, badpak aantrekken. Want het is nu 7:15. Kun je niet uitslapen, ook al zijn we vrij. En dan gaan we denk ik rond 8 uur ontbijten. Hallo. Good morning. Wat doe je, Jules? It's okay. Sorry, ik vind het altijd heel erg eng om onze hotelkamer schoon te maken. Er moeten zoveel mooie, dure spullen in liggen. Zijn wij de enige die dat doen? We zijn echt niet goed eigenlijk. Het is toch te leuk. We hebben onze Woodsmoke t-shirt en die tas. Een shortje en Sjoel de nieuwe schoenen passen er helemaal bij met de tijger. Ik ben zo blij. Ik ben een F-god. Waarom heeft mij zo geluid? We hebben net ontbeten. Oh, wat is dit? Is mijn kaartje. Nu zijn we even winkelen. Kijken wat we moeten doen. Sorry. Oh nee. Goed moment allemaal. En ik draag een Slim Fit Reiners t-shirtje. Met mijn Sarah shortje en riem. Oké. Okay. Sjoel en ik zijn al de hele dag aan het winkelen. En ik ben nu even aan het zitten. Al mijn tassen. We zijn nu net naar Super Chicken geweest. Shield heeft met Dennis binnen betalen. Onze pas deed het niet. Het is hier stik en stik heet. Oh kijk, je ziet het achter me. Boobies. Victoria's Secret it is. Aangezien Shield en ik al honderden BH's hebben, hebben we niet heel veel gekocht. Maar wel weer, natuurlijk, weer 2 setjes gevonden. En heel veel broekjes met van die diamantjes. Super leuk. Morgen gaan we lekker weer naar Hongkong vliegen. En nog 1 dagje en dan zijn we weer thuis. We are ready. Het is overal een zootje. Oké. Let's do this. Marie heeft een nieuwe twinset aan in metal gray. Ik ben heel onhandig bezig met alles. Oké, okay, let's go sister. Mijn haar is nog super nat. We waren gisteren pas om 2:30 thuis. En het is nu 7:30. We hebben gisteren ook nog gedoucht en alles. Dus we zijn lekker in de move. Heb ik mijn eigen telefoon? Waar is mijn telefoon dan? Waar is mijn telefoon? Ik heb dit... Oh! Nee, ik had die toch net vast. Ik hoor helemaal niks. Waar heb je telefoon alweer? Ik heb hem in mijn tas gewoon. Even stress op het laatste moment. Daar zorg ik altijd voor. Wie van jullie is de grootste chaot? Nou, ik denk dat we het beter aan het jullie kunnen vragen wie jullie denken wie het grootste chaot is. Ja, dat ben ik toch? Ik denk dat iedereen het inmiddels wel weet dat jij. Ja, je ziet het al een beetje aan mij. Ik heb een heel rommelig haar vandaag, maar die ziet er heel clean en rustig uit. Ik vergeet nog net niet mijn hoofd. Gelukkig zit het vast aan mijn lichaam, want anders... Ik vergat net weer mijn sleutels, toen mijn schoenen, toen mijn pinpas, paspoort. Mijn paspoort zit ook nog steeds ergens los in de tas van ons twee. Ja? Weet ik. Goed even zoeken. De lager. Oké, we are twinning in the twin set. Woep woep. Ons allerlaatste dagje in Shanghai, Mary. Ja, heel blij. Bijna naar huis. Naar onze liefste hondjes en familie. En voor jou, je vriendje. En als wij terugkomen, heeft Romee een event in haar winkel. En ik ga verhuizen, want ik ga met Loesje samenwonen. Het is echt gezellig, dat wel. Het enige leuke aan al de hele situatie is dat ik mijn beste vriendin ga samenwonen. Anders zou je dat nooit hebben gedaan. Nee, dus ik ga zaterdag als mooi licht. Ja, ik ga zaterdag als we landen, ga ik meteen verhuizen met mijn hele familie. En dan gaan we niet later op de dag naar een hondje kijken. Dus dit zullen we ook allemaal voor jullie filmen. En nu gaan wij lekker ontbijten. Ik heb gewoon wel mijn smoothie gedaan hoor. Lekker heftig in de ochtend. Julie en ik nemen dit echt elke dag. Het is een soort power smoothie met banaan,
ananas, wat zit er allemaal in? Mandelmelk. Granola. Aardbeien. En dan nemen we ook altijd een scrambled eggs om te delen. Jules is al begonnen en ik denk ik film nog even voor de brand. Al het vette eten zit wel even licht. Ja, vreselijk. Oh. Ik heb al een buik erop zitten. Mama, mama, mama. Slaapgevallen op mijn schoot. Waar zit het dan? Oh, daar! Hier zit het. Wat heeft hij op haar gezicht? Nou, you rock hoor, you rock. Ben je moe? Nee, ik hoofd fijn. Oké, sorry. Ik zit ophouden, mee. Ja, oké. Okay. Oké! Wij gaan weer vliegen. Van Shanghai naar Hongkong. Gaan we weer! Reis nummer 3. Marie die schoof net de tas vooruit. Haar nieuwe tas, haar mooie tas. Dus zei ik, moet je niet doen? Zeg ze, ja maar, dat is toch poppenstront. We hebben nu een discussie, ik zeg dat het geen woord is. Marie, wat zei je net? Ik ben nog niet van poppenstroom, maar het bestaat. Het bestaat. Nee. We hebben toch veel? Thank God. Thank God. Willen jullie eens googlen of het woord poppenstroom wel of niet bestaat? Nou, ik denk het niet. Poppenstroom. Dat is sowieso geen woord. En het is één spreekwoord. Poppenstront. Zo fijn als gemalen poppenstront is een uitdrukking. Zeer streng. Maar dat bedoelde ik. Dat bedoelde jij zeker niet. Ik bedoelde, je bent niet van poppenstront, je bent toch niet een mietje? Dat bedoelde ik. Nou, het is dus een gezegde, maar niet wat Marie bedoelde. Maar niet wat ik bedoelde. Weet iemand wel wat ik bedoelde? Je bent niet van poppenstront, dat zeg je toch gewoon. Het is heel raar. Zwakkeling. Oh. Nee, het is echt. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Ook nooit maar uit mijn mond. Maar het bestaat dus wel. Maar nooit uit jouw mond ook. Ik weet niet hoe je eraan komt. Niet door mij in ieder geval. Dus ik heb gelijk, het bestaat niet. Oké, het is de laatste dag in China. En je zou denken, waarom ben je zo blij? Nou, het is 13 dagen. Ik ben verkouden, ik heb keelpijn, ik ben moe en jetlag. Dus ik vind het gewoon weer lekker om naar huis te gaan. Als je denkt, waarom heb je geen reisjes aan? Het was zo warm hier. Het was 30 graden tot 33 graden. En ik had dus alles bezweet. Dus ik heb even een wit t-shirt aan. Jullie en ik gaan lekker ontbijten. We gaan ontbijten. We hebben super leuke Gucci sokjes. Fake, jongens. Voor jullie denken dat we €400 aan sokken gaan uitgeven. Nee. Koffiepakken is. Hell no. En daar zijn we gewoon eerlijk over. Die hebben in tutti colori. Tutti colori. Alle kleuren voor een tientje. Alle kleuren voor een tientje. En het allerergste is. Deze vrouw. Wat? Heeft er stiekem nog één in het doosje gedaan. Echt heel erg. Ik hoop dat jij één sok kwijt raakt voor karma. Dat had je niet moeten zeggen. Dat heb je toch gedaan? Ja, oké, ik heb weer een fabulous outfit aan. Ik heb een Burberry t-shirtje aan van de nieuwste collectie met Riccardo Tisci. En dan heb ik een shortje met van Zara met een Dior riem. En my slides met Gucci slippers. Met Gucci sokjes. En dan heeft Marie struggle met haar schoenen. Marie heeft een Balenciaga shirtje. Ik heb ze denk ik meer gedragen dan van mij. Dat denk ik ook. Louis Vuitton schoenen, daar kregen we heel veel vraag naar. Waar de schoenen van waren. Ik heb ze ook in het panter. Like this. Kom, je ze wel gepakt. Kijk hoe netjes onze kamer is, ik vond een keer. Ja, onze kamer is erg netjes. Het enige zooitje wat er ligt is dat. Ja, dat doen we ook aan vanavond. Dat doen we vanavond aan, want gaan we... Hier is namelijk fucking koud. Ja, dus we hebben alvast een outfitje klaargemaakt. Dus ook dat doet Marie goed in de planning. Auw. Oh. Wat doe je? Knak. Wat? In mijn voet. Oh, en nu? En door. Oké. En dan is het de laatste dag en gaan we eindelijk naar huis. Hoe blij zijn we erover, Marie? Heel blij. Ik kan niet wachten. We kunnen echt niet wachten. Ik heb het gehad. We hebben het gehad. We willen gewoon naar huis en iedereen terug. En onze hondjes en familie. Marie is gek. Die heeft pennetjes gekocht voor Romeiner Winkel. Het is een druifje. Een peper. Een peper en een citroentje. En een aardbei. En één aardbei. Mijn hele lens beslaat gewoon van de hitte. Het is hier zo sticky dat mijn lens gewoon steeds beslaat. Nu alweer. We zijn bij de piek aangekomen. En het is zo hoog. Zo mooi. Leuk is hier. Ja, het is niet normaal, hè? Daar gaan we eten. Waar? Oh ja, daar is ons restaurant. En er is eindelijk ook weer een beetje smog, maar niet heel veel gelukkig. De camera is ook weer volgens mij een beetje. Slaat... Zie je dat? Hij slaat. Hij slaat door het weer heel snel. Het is nog nooit zo warm geweest. De peak lookout. Hoi Jenny. Hallo. We gaan weer lekker eten. Zoals altijd. Childers heeft zijn slippers aan. En je ziet de kleine hoofdjes. Our head logo. Ja, chill. Lekker bezig. Branding in Hongkong. Wat up? Cheers. 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 En ik heb al mijn Caesar salad. Ik heb lekker volgens mij echt pittige kippetjes erop. It looks very nice. Yes. Very healthy also. Wij zijn in een snoepwinkel. En Marie die wordt gek. Waar is Marie? Lollipops are for suckers. Die tekst kan je wel op twee manieren interpreteren, maar goed. Ik wil de neon gummies, ready? Worms. Ik wil de neon gummies. Contains pork gelatine. Nou, doe maar allemaal. Nee, het staat erop. Maar zelfs de beertjes, die hebben ja, dat. Ja, dat hoeft niet. Als je het niet had gedaan, had je het wel geweten. Ik ga geen pork gelatine. Oké, dan pak ik ze zo zelf wel. Oh, Sjoel, wil je deze niet? Wat is dat? Oh, deze vrouw. Is toch geweldig deze winkel? Candylicious heeft een heel leuk karretje bij te staan. We gaan nu weer terug naar de auto. Even een impressiebeeldje hoor.
Ja, maar die... 25 euro aan snoep. Hoe krijg je het voor elkaar, hè? Maar die slaagt overal. Of het nou een winkel is, een snoepwinkel, deze vrouw. Oh. Ze vinden onze bagage veel. Ik vind het dus gewoon niet veel. Ik vind het ook niet veel. Dus wij hebben gewoon één handtas en één koffertje. Dus het hangt wel beelden. Hou vast. Oh, haal jij het er maar lekker van af. Bye, bye, Hongkong. It was very nice. And the food was very nice. Everything was so good. Everything was so good. En nou, ik wat te koken. Ik heb een hele zak vol snoep mee. En we zijn onderweg naar de airport. En we denken dat we heel vlug gaan slapen. Let's pray. Ik heb die make-up er nog zo goed op zitten als vandaag. Ik leg bijwerk als van dan. Nee, ik hou er af. Ja, dag. Ja, ik ga zo lekker mijn masker op dat. Nee. We mochten 20 kilo meenemen, maar gelukkig wordt er niks over gezegd. Dennis is helemaal kapot. Wij zitten weer op dezelfde plek. Alleen nu hebben we de lege stoel als zitplek. En is de bijstoel nog vrij. Dus we hebben nu dezelfde outfits aan. Maar die blijft even aan zijn tassen staan voordat iedereen er aan gaat zitten. Het is nu bijna 12 uur. Kom op, wil je moeten nemen? Het is helemaal zacht. Het is ook geen water. Kan je niet met je eigen spullen gaan klikken? Nou, maar die was weer een blessing met jou, deze werktip. We're Gucci. Please be careful. Wacht, nu papa en mama, die hebben de hondjes ook meegenomen. Die komen zo aanrijden. We waren zo snel, we zouden eigenlijk 7 landen, we waren half 7 geland. Het is nu 7 uur. Lekker zonnen vandaag. Eten. We gaan lekker relaxen. En morgen is er een big event bij onze zuster in de winkel. Ik vind het nog best wel oké uit zonder make-up. Ik heb in mijn glam. Nou, valt ook wel weer mee. Het is ook wel heel veel weer af. Valt ook wel weer mee. Niet waar. Ik ga mijn ouders filmen als ze komen aanrijden. What's up? Fabulous sister. Ik ben nu wel een beetje moe. Ik heb 10 uur geslapen. Hoe kan het nou? Ik ben helemaal niet moe gewoon. Daar komt papa aan. There he is. With the doggies. Hallo. Hoe was onze terugreis? Zijn we weer blij om in Nederland te zijn? Ja. Ja. Onze terugreis was super chill. Want we hebben 10 uur geslapen weer opnieuw. Ik zie het filmpje ook wat we hebben gestuurd. We zijn zo verstrooid. We zijn echt verstrooid. Dat ik dat echt heb gestuurd denk ik echt van... Maar, echt waar? Ja. Zo verstrooid? Ja, jij wordt echt wakker. Je doet helemaal zo. Ja, maar ik kan het wel allemaal eruit halen, maar weet je het ook niet echt. Dus het is nu inmiddels een weekje verder. En ik krijg nu alweer meer een beetje mijn ritme. Ik ben weer helemaal in terug in mijn ritme, alleen gisteren was ik onderwijs moe. Ik heb ook alleen maar geslapen in mijn plaats. Oh. Echt een soort van zombie. Ja, ik slaap nu ook wel iets eerder, omdat ik natuurlijk nu mijn lieve Frankie heb. Ja. Frankie. Dus we zijn weer helemaal op rit. We zijn weer ook weer aan het werk gezellig. En wat jullie in de volgende weekvlog gaan zien. Ik ga verhuizen. Ik ga samenwonen met mijn beste vriendin Loesje. Ja. En dus... we hebben het event voor onze zus, Ruimes Voetfestje. En je ziet mijn allerliefste, leukste, kleinste Buffy. Aankoop. Zal ik hem even halen? Nee, laten we gewoon geheim voor de volgende vlog. Frankie. Frankie. Dus in de volgende week laat jullie mijn nieuwe appartementje zien, mijn nieuwe huisje, hoe we het inrichten, hoeveel kleding ik wel niet heb en wat ik allemaal heb. Wat je allemaal hebt verzameld en wat je niet wil weggooien. En Sjoel gaat na deze vlog naar de IKEA, dus we gaan het ook meteen meenemen voor jullie om te filmen wat jij allemaal gaat kopen. Zeker. En of het wel gaat lukken met de kasten in elkaar zetten. Ik heb er echt een hard hoofd in. Ik ga een stuk vandaag. Ja. Dus dank jullie wel voor het kijken en blijf much, 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 much